Goedemiddag en welkom bij het weerbericht van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto kunnen we zien dat we in de ochtend nog behoorlijk wat zon hadden. Maar aan het einde van de ochtend en begin van de middag zijn er veel stapelwolken ontstaan. Zeker in het binnenland. En die stapelwolken die beginnen op een aantal plaatsen ook uit te groeien. Tot een aantal lichte regenbuien. Op de regenradar kunnen we die buien ook zien. In het noordoosten komen ze op dit moment voor. Maar later in de middag zijn ze ook mogelijk in het midden-oosten en zuiden van het land. Vanavond gaan de buien aan verdwijnen. En dan zijn er flinke opklaringen. De wind wordt over het algemeen zwak. Windkracht 2 uit het westen tot noordwesten. En het koelt af naar ongeveer 17 graden. Komende nacht komen de minima uit rond 13 graden. In eerste instantie zijn er flinke opklaringen. In het binnenland kan wat nevel of een misbank ontstaan. Maar later neemt vanuit het westen geluidelijk aan de bewolking toe. En in het westen wordt het zelfs grotendeels bewolkt. Dat is dan ook het weerbeeld van morgenochtend. In het westen veel bewolking. Misschien zelfs lokaal wat lichte regen. Maar in de loop van Trekt die bewolking dan naar het midden- en oosten van het land? Daar komen een paar buien tot ontwikkeling. In het westen wordt het daarentegen droog en breekt daar de zon weer vaker door. Het wordt 20 tot 23 graden. In de eerste instantie staat er een matige zuidwestenwind. Later gaat die wat toenemen en wordt aan de kust dan zelfs vrij krachtig of zelfs krachtig. Windkracht 4 tot 6. Dan de dagen daarna. We houden een vrij wisselvallig weerbeeld. De middagtemperatuur ligt rond 22 graden. Vooral donderdag vallen er behoorlijk wat buien in het binnenland met kans op onweer. In de kustprovincies is het wat vaker droog en verder is er overal van tijd tot tijd zon. Vrijdag en zaterdag neemt de buienkans af. We zien vaker de zon. Vrijdag staat er wel een stevige zuidwestenwind. Die is op zaterdag weer afgenomen. Kijken we dan nog wat verder vooruit, dan zien we dat weer voorlopig eigenlijk niet aan de orde is. In de loop van volgende week neemt de kans op 25 graden wel wat toe, maar komt niet hoger dan zo'n 30 tot 35 procent. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.nl.